Het is een schilderij wat gemaakt is naar aanleiding van een project Druten 2040. Wat heb ik gedaan? Ik ben naar lagere scholen toegegaan. En ik heb aan de groepen 7 gevraagd hoe zij denken dat het jaar 2040 eruit komt te zien. Wat we willen is dat we een visie ontwikkelen op de toekomst van Druten. En daar hebben we 2040 voor gekozen. Dat is een stip aan de horizon. Hoe willen we dat Druten er in de toekomst gaat uitzien? Gemeente Druten is al langere tijd bezig met het project Druten 2040. Ja, we hebben een aantal bijeenkomsten gehad. En die resultaten worden nu uitgewerkt, zeg maar. En het eerste resultaat wat we hebben zijn eigenlijk de dromen van de kinderen. De kunstenaar heeft samen met de kinderen meerdere tekeningen gemaakt. Uit die tekeningen zijn er 10 of 12 geselecteerd. Een proefschets is er gemaakt. Die proefschets die is bekeken, er moest nog wat veranderd worden. En daarna is dat hier op het grote doek gezet. En heeft ieder kind zijn eigen figuur bij mij in het atelier geschilderd. Volgens de kinderen gaat er veel veranderen in Druten. De kunstenaar vond de samenwerking met de kinderen erg leuk. Dat was leuk. Er waren kleine groepjes, groepjes van 2 en groepjes van 3. Dus je krijgt een heel intensief contact tijdens het schilderen. En dat ging goed. En je hebt echt rustig de tijd ervoor genomen. Er stond geen tijdsdruk op. Dus dat ging haar superleuk. Ja, wat er de aankomende jaren gaat gebeuren, als we de kinderen mogen geloven die deze prachtige tekening gemaakt of dit schilderij samen gemaakt hebben van de basisscholen, dan gaat er nogal wat veranderen in Druten. Zo verandert de skyline van Druten. Rijden we niet meer over de weg, maar vliegen we. En er komen windmolens. En wat ik ook wel heel leuk vond, is dat ook een van de kinderen zegt van we kijken naar de toekomst, maar we hopen niet dat alles gaat veranderen. Er staat op schilderij ook een hele mooie oude windmolen, bestaande windmolen. En we moeten ook aandacht hebben van wat er nu is. Dus dat is wel mooi, niet alleen naar de toekomst kijken, maar ook behouden wat we hebben.